Kerst komt er alweer bijna aan en vandaag vraag ik de Schiedammers aan wie zij nog heel graag de kerstgroeten willen doen en hoe het jaar 2016 voor hun geweest is. Ik wil het aan een vriendin doen, die is 50 jaar geworden. Natuurlijk van harte gefeliciteerd. En ik wil het aan de buurtvrouw geven, want ik ben vrijwilliger erbij en ik ben er zo op mijn plek gekomen. Ik heb een lichte verstandelijke beperking en ik ben er zo heerlijk aan het werken, krijg er veel energie van, dus ja. Kijk, dat is fijn. En wat doe je allemaal voor de buurtvrouw? Het ligt horecawerk, dus bedienen en de afwas en ook huishoudelijke dingen. En ja, ook dingen daarbuiten, dus zo nu bij de kerstkraam staan of ergens anders op een markt staan. Dus ja. Hartstikke leuk. En aan wie willen jullie de kerstgroetjes doen, dames? Nou, wij doen ook de kerstgroetjes aan de buurtvrouw. Ja. Ja. Ja, en aan Miranda Pol, die met haar been omhoog zit nu. Daar doen we ook de groetjes aan. Dat ze maar gauw helemaal weer opknapt en lekker door de buurtvrouw kan redderen. Heeft ze een ongelukje gehad? Nee hoor, ze is geopereerd. Ja. Dus de hartelijke kerstgroeten aan de buurtvrouw, aan Miranda Pol. Buurtvrouw, absoluut. Ja. En aan je vriendin, hè? Ja, zeker. 50 jaar, mooie leeftijd. Ja, zeker. Ze ziet er nog goed uit. En alle vrijwilligers van de buurtvrouw. Oh, wie? Ja. Niet te vergeten. Begeleiders. Belangeloos daar heel erg veel werk doen. Ja. Oh, mijn zwager, mijn schoonzus in Spanje. In Spanje, ja. Wonen ze ook in Spanje? Ja, die zijn dit jaar voor het eerst geëmigreerd. Ze zijn helemaal uit Nederland verhuisd. En die wonen daar nu definitief. In de buurt van Alfas, bij Benidorm. En ja, dat is natuurlijk wel een hele stap. Dorp, hè. Lekker genieten. Dus, ik denk het wel, ja. Ze hebben in ieder geval nog steeds goed weer. Ja. Nou, kijk, dat is fijn. En gaan jullie niet met de kerst daarheen of komen ze hierheen? Nee, dit jaar nog niet. Maar dat zit in de toekomst, zit dat er wel in natuurlijk. We laten ze niet daar in de uppie zo met z'n tweetjes zitten. We gaan er wel op bezoek. Het is hartstikke leuk toch dat jullie dan even de kerstgroetjes willen doen. Ja, en 2016 is nog niet helemaal afgelopen. Maar wat is nou jullie mooiste herinnering aan dit jaar? Jeetje, wat een moeilijke vraag. Dat ik hier aan het werk ben gekomen. Kijk, oh, sorry, ik neem het van haar over. Nee, geef niks. Ik ben in februari begonnen bij de buurtvrouw. En ik zou niet meer anders willen. Dat is eigenlijk het mooiste wat gebeurd is eigenlijk. Ja. Goed om te horen. En ben je er al opgekomen? Nou, zoveel herinneringen. Nou, zoveel herinneringen inderdaad. Zoveel meegemaakt dit jaar. Ik heb een reis gemaakt naar Suriname. Dat was één hele grote herinnering. Maar ook inderdaad dat ik aan het werk ging bij de buurtvrouw. En dat ik daar lekker mijn ding en mijn ei kwijt kan. Dat is ook wel echt één ding dat ik meeneem van 2016. Ja. En u? Ja, de vakantie met mijn kinderen. Lekker op Kreta. Dat was echt wel een opsteker. En mijn 50ste verjaardag. Een verrassingsfeest. Ja. Met familie, vrienden, iedereen. Geweldig, rijk. Leuk. En wat gaan jullie voor leuks doen met de kerst? Ik ga met mijn schoonouders gourmetten en met mijn eigen ouders tweede kerstdag eten. Gezellig. En jullie? Ik ga bij die vriendin die nu 50 is geworden, ga ik kerst vieren. De tweede en de eerste bij een vriend van mij. Ja. Allemaal gezelligheid. En u? Ja, ook lekker met gezin. Lekker genieten. Feest vieren en chillen. Kijk. Dacht je daarvan? Ja, heel goed plan. Maar nu nog eventjes knallen tijdens de kerstmarkt. Ja, vind ik ook. En wat is nou jullie mooiste herinnering tot nu toe van 2016? Dat ik het overleefd. Ja? Ja. Ja, een zware operatie gehad en dat heeft hij helemaal weer goed bestaan. Dat is wel heel erg mooi, meneer. Ja. Hè? Bent u er wel weer helemaal bovenop? Tuurlijk. Mag ik alles gebruiken? Ja? Ja. Behalve de buurvrouw, hè? Behalve de buurvrouw. Aan wie zouden jullie nog de hartelijke kerstgroetjes willen doen? Aan mijn kinderen. Aan mijn kinderen. Hoeveel heeft u er? En aan mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. Dat is zo. U heeft een hele grote familie. Ja, en dan zijn kinderen. Ik heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Dat is mooi. En jullie horen ook bij elkaar? Ja, 2,5 jaar. Wat leuk. En wat voor leuks gaan jullie met kerst doen? Ja, dan komen we op het einde. Nou, we gaan... Jullie zijn lekker aan het latten. Ja. Heel slim hoor, heel slim. Juist. Dat doen we jullie zo, ja. Ik maak ze 2 keer blij als ik kom en als ik weggaat. Nou. Ja? Hoe maakt u haar dan blij? Hè?
Hoe maakt u haar dan blij? Dan is ze zo blij dat hij me weer ziet. Ja, wat wil je? Ja. Lekker jong vrouwtje, toch? Nou, dat bedoel ik. Een lekker jong kippie. En wat voor leuks gaan jullie doen met de kerst? Nou, de eerste kerst gaan we uit eten. En de tweede kerst gaan we ook uit eten. Levensgenieters. Wat gebeurt? Met alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen? Nee. Ja, alleen met zijn kinderen. Mijn kinderen niet. Die hebben allemaal de eigen. Jullie hebben je eigen. Ja, hoe gaat dat, hè? We hebben het maar druk, druk, druk. Ja, natuurlijk. Maar mijn verjaardag zie ik ze dadelijk allemaal. Dus daar heb ik zeker 30 à 35 man. Dus, gezellig. De kerstgroetjes. Eigenlijk aan alle eenzame mensen waar niemand eigenlijk naar omkijkt. En nou ja, eigenlijk heel Nederland. Dat vind ik een lieve kerstgroet. En wat gaat u voor leuk zelf doen met kerst? Meestal gaan we naar de familie toe en mijn oudste zus die komt over. Dus ja, het is altijd wel gezellig. Gezellig. En waar komt uw zus vandaan? Uit Suriname. Ze woont daar. Die komt lekker met vakantie hierheen? Ja, naar de kinderen. Ze heeft 2 kinderen hier. En dan komt ze hier naartoe en dat is altijd weer gezellig. Wel een goede band met elkaar. Dat is wel leuk. Dat is zeker leuk. En hoe lang heeft u haar zelf al niet gezien nu? Oh, weet je, ze zijn al met pensioen, dus ze zijn regelmatig hier, hoor. Ja, wat dat betreft. Dat is hartstikke fijn. En het jaar is nog niet helemaal voorbij. Maar als u nou één moment zou mogen opnoemen wat u het meest is bijgebleven in 2016, wat zou dat dan zijn? O jee, er zijn zoveel dingen. Ja? U mag ze opnoemen, hoor. Ja, maar ik kan er eigenlijk... Nee, ik kan er niet zo op komen. Nee. Nou, mijn andere zus, die is van het jaar 70 geworden. Ja, een paar weken geleden. Dus, leuke verjaardag gehad. Ja, maar ik was er zelf niet bij, hoor. Want ze is ook in Suriname. Maar iedereen was er en het was een leuk feest. Helaas kon ik niet. Ik ben niet altijd in de gelegenheid om te reizen. Hè? Nee. Ja, maar het was wel leuk. Ja, ik heb foto's gezien, ik heb video's gezien, ja. Dus ik was er eigenlijk ook een beetje bij. Nou, natuurlijk. Dat kan allemaal gelukkig, hè, tegenwoordig via het internet. Ja, dus ja, dat is echt een uitkomst, hè. Ja.